Misschien nog wel in het kadertje van beter dan het origineel, vind ik. Flume in de Illenium Remix. Say It bij Him for the Weekend RN7. Wil je nooit meer kadertje zeggen? Waarom? Vond ik gewoon een beetje vies. Vies. Ja. Vies kadertje. In het kadertje van. In het kadertje van. Nou goed, in het is een woordspeling, hè? Doe ik beter dan aquasi. Ja, en door. Goed, in het kadertje van wat je dit weekend kunt gaan doen, heb ik even een weekend update. Oh. Zoals elke week. Een paar leuke nieuwtjes, mocht je nog geen plannen hebben voor dit weekend. Fans for Navarone, opgelet, allereerst. De Nijmeegse rockband is momenteel bezig met een 6-daagse vol met optredens. Die optredens vinden plaats in het openluchttheater bij de Goffert en in Doorn Roosje. In het openluchttheater spelen ze semi-akoestisch en in Doorn Roosje elektrisch. Morgen spelen ze nog 2 shows in het openluchttheater om 4 uur en om 8:30 s'avonds. En komende woensdag, donderdag en vrijdag staan ze 2 keer per dag in Doorn Roosje om 7:15 en om 21:45. Kaarten zijn €33. Wees erbij. Nou. Wat vind jij van Navarone? Ja, ik ken ze eigenlijk niet echt goed. Oké. Okay. Navarone niet? Die hebben toen meegedaan met The Voice. Ja, ik weet wel wie ze zijn, maar ik heb zo niet een beeld met wat het precies is. Trouwens wel even leuk om te weten. Hoe dood jij je tijd nou in die periode dat er helemaal geen evenement of iets dergelijks fatsoenlijk evenement is nou? Ja, heel veel chips vreten op de bank en Netflix kijken. Echt waar? Ja. Wat heb je zo allemaal al gekeken dan op Netflix? Oh god, La Casa de Flores. Ik heb volgens mij een paar seizoenen Friends gekeken. Ik heb wat Glee teruggekeken. Is dat de La Casa, is dat iets anders dan La Casa de Papel? Of is dat, ja, dat is iets heel anders. Oké, wat dan? Het is een Mexicaanse soort drama soap-achtige. Met allemaal vreemdgaan en drugs. En, Is dat een soort van jouw leven en dan een Netflix-serie? Het zou leuk zijn. Oh, oké. Okay. Is jouw leven, Rick? Zal ik eerst even doorgaan met de update? Oh, ja, dat is wel heel lang raden. Oh, sorry, jij dacht dat je al klaar was. Nee, dat is even nog hier. Als je vanavond nog niks te doen hebt en je houdt van muziek, dan heb ik nog iets leuks voor je. Om 8:00 vindt er in Brouwerij Nevel, dat is bij het Honigcomplex, vindt er een benefietconcert plaats van Kai Geurts en de Hoofdact. De Hoofdact is dan de naam van de band. Broer van Bart. Precies. Je mag zelf bepalen wat je voor je kaartje betaalt, dus dat is misschien sowieso wel interessant. Oh. Hoewel, het is natuurlijk voor het goede doel, dus een euro zou een beetje lullig zijn. Ja, maar kan dat ook dan? Gewoon een euro? Dat kan wel, je mag het zelf bepalen. Oké. Okay. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis. Oh. Dus heb je een warm hart voor het Rode Kruis? Geef gul. Heb ik geen plannen voor vanavond? Het is een aanrader. Mm-hmm. Gelijk door. Hou je van muziek en verrassingen? Dan heb ik nog iets leuks. Namelijk dit weekend in Concertgebouw De Vereniging worden muzikale verrassingstochten georganiseerd. Oeh, spannend. En dat zijn dus rondleidingen door het gebouw, ook achter de schermen. Met op 3 momenten door die rondleiding een muzikale onderbreking in verschillende genres. Ja. Ik heb het daar niet zo op, moet ik zeggen. Een muzikale onderbreking in genres. Ja, een muzikale onderbreking is leuk, maar dat het een verrassing is. Ik bedoel, ik heb de vereniging van achter heb ik al wel eens gezien, dus daarvoor hoef ik het niet te doen. En dan zo'n onderbreking waarvan ik denk van ja, en in verschillende genres, en je weet niet wat je kan verwachten. Volgens mij is dat best wel suf. Of schop ik nou iemand tegen? Ja, het klinkt maar mij heel leuk. Oh, wel. Ja? Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb geen idee. Ik weet niet, misschien is het een beetje hipster-achtig of zo. Ik heb een beetje het gevoel dat het sowieso, omdat... Nee, ik weet het niet. Nee, ik heb geen goede argumenten. Ja. Het voelt gewoon niet lekker. Je denkt gewoon dat het super kut is. Ja. Ja. Ga weg wat je kut evenement. Ga ik wel zonder jou. Ja, lekker zonder mij. Dan ga ik nog met één... Of één nieuwtje nog hebben. Superleuk, ja. Waar je ook naartoe kunt. En dat is op maandag. Dat is misschien een beetje buiten het weekend. En ja, een beetje apart. Nou, maakt niet uit. Je kunt op maandag... Het is wel de vakantie. Laten we dat is zeker waar. Je kunt, als je houdt van drag queens en drag kings, kun je maandag naar een drag show in Café de Regenboog. Het gaat hier om de show die normaal gesproken zeg maar tijdens de Vierdaagse feesten wordt opgevoerd. House of Tom Tom heet het. Dat was oorspronkelijk van Café Tom Tom, die daar op de plek stelt, maar het café is weg. Het house is er nog steeds. Dat Vierdaagse evenement dat kan niet doorgaan dit jaar natuurlijk. En daarom wordt het maandagavond alsnog georganiseerd en het wordt opgenomen. Maar er mag wel publiek aanwezig zijn bij de opnames. Oeh. Let er wel op, dus vol is vol. Er mogen natuurlijk niet te veel mensen naar binnen. Het begint om 10:00, maandag. Straks bellen we nog even met de gastvrouw van deze avond. Dat is Miss Maggie. Gezellig. Dus blijf vooral luisteren. En ja. Thijs weet er ook alles van. Dat hopen we dan. Nou, we gaan het straks nog eventjes daar wel even over hebben. Gaan we zo meteen doen. Voor nu zou ik zeggen... Nou, wat goed! En dit is Bastille, 12:15.